Welkom bij deze eerste uitzending van NAMAC TV. In deze uitzending gaan we vooruitblikken en terugkijken op de wereld van de miniatuurauto. We hebben nieuws, we hebben een reportage en we hebben nieuws over de regio's van de NAMAC. En bij mij aan tafel zitten Bart van der Akker en Henk het Hart, allebei verzamelaars. Hè? Ja, voorlopig aan. Zeker. Laten we beginnen met het nieuws, Bart. Jij hebt spannend nieuws bij je. Nou, spannend. Ik heb drie modellen bij me en dat zijn twee nieuwtjes. De eerste is... Die lijkt me niet nieuw. Dit minietje, ja? Dat is inmiddels 60 jaar oud. Ja, dat is geen nieuws. Maar wat is het verband tussen dit minietje en deze splinternagelnieuwe Citroën? Zijn het de nieuwe C4 die nog niet in Nederland verkrijgbaar is? Maar oh, zelfs niet. Nee, ook niet. En wat is de grap? Wat is de overeenkomst tussen die twee? Toen de Mini uitkwam voor de allereerste keer, had Corgi Toys tegelijkertijd het miniatuurtje klaar. Uh-huh. Toen was dat gewoon puur als speelgoed, maar dat was wel een prachtige promotie voor de Mini, wat natuurlijk ook een absolute revolutie was toen. De grap is dat Citroën nou in feite hetzelfde doet, want de echte auto is er nog niet, het miniatuurtje eigenlijk ook nog niet. We hebben hem dan toevallig hier wel mogen hem hier wel presenteren, hij komt heel binnenkort. Wanneer, weet je wanneer? Ja, ik schat september of zo. Ja, ja. Dan is hij er en in het echt. En dan staat hij ook bij de Citroën, die er ook in miniatuur te koop. Dus die combinatie van die twee, dat vond ik wel heel grappig. Ja. Het komt wel vaker voor dat autofabrikanten samenwerken met miniatuurautofabrikanten, maar tegelijkertijd debuteren. Dat is wel heel apart. Heb je enig idee wat die gaat kosten? Ik dacht 37 euro. Oh, dat valt me mee. Nou, laten we zeggen 4 tientjes. Ja, oké. Okay. Wat is het merk? Dat is Noref. Noref is een hele grote Franse fabrikant, een hele oude fabrikant al. En die hebben dus kennelijk achter de schermen bij de hele ontwikkeling van die auto al mee mogen kijken. Want hij is er gewoon. Ja, maar hij is ook wel heel erg gedetailleerd, hè? Ja, het is wat je ook vindt over de auto of over de echte, het is prachtig gemaakt. Dat is in ieder geval een feit. Nou, had jij nog iets meegenomen? Want dit is 4 tientjes. Wat kost deze, denk je? Nou, dit is de mijne, die is niet te koop. Die heeft geen prijs, punt. Nee, oké, maar dat zal twee tientjes? Laten we zeggen dat die in dezelfde orde van grootte is. Ja, maar heb je ook wat meegenomen voor de echte toerist die wat meer geld in zijn zak heeft zitten. Nou ja, dat hoeft niet per se, maar dit is inderdaad wel heel apart. Ja, dit is wel heel fraai. Dit is heel fraai. Maar waar zit ik naar te kijken? Dit is de Jensen P66. Daarvan is van de echte auto, is er zeggen en schrijven, 1 gemaakt. En dat is een heel verhaal achter wat ik nu even niet zal houden, maar het is wel het typische project voor het Nederlandse merk Matrix, die bijzondere auto's maakt in heel kleine oplagen en dan in onwaarschijnlijke mooie detaillering. Ja, dit is echt super mooi. En echt puur alleen voor de verzamelaar. En de grap is inderdaad P66, dat betekende, oorspronkelijk betekende dat Project, en 66 is het jaar waarin de auto in productie had moeten gaan, maar dat is nooit gebeurd. Want er was ruzie binnen Jensen. Jensen was een klein Engels fabrikantje. Ja. Binnen de directie was ruzie over of dit wordt het nieuwe model. En die noemden ze intern al Interceptor. Of we gaan naar een Italiaans ontwerp. Ja. Dat is uiteindelijk gebeurd. En die auto kennen wij als Interceptor. Ja, maar dat zouden dus nooit naar het Italiaanse model moeten gaan. Ze hadden deze moeten... Dat is dus inderdaad zeer de vraag. Dit is toch echt ontzettend mooi. Laten we vaststellen dat Jensen in ieder geval niet meer bestaat. Nee. Dus ergens is fout gegaan. Dat in ieder geval. Ja, en Matrix is mooi, maar ook niet de goedkoopste. Nee, maar het is wel zijn geld waard. Ja, als je realiseert hoe bijzonder dit is. En sterker nog, vorig jaar was in augustus, en wanneer was het? Was het Concours d'Elegance op Paleis Soestdijk. Ja. Daar stond die auto, de echte. Wauw. Die stond daar te koop. En ik moet eerlijk bekennen... Ik kan er heel slecht tegen als ik auto's tegenkom die ik niet ken, maar ik heb hier wel een paar rondjes omheen gevraagd van wat is dit nou? Ja, ik weet dat jij dat in jouw vriendenkring een kwenie noemt. Ja, dat heet inderdaad een kwenie. Het is een kwenie, maar je weet het nu wel. En nu weet ik het wel, ja. Leuk. Daarmee geef ik ook meteen aan dat verzamelen, daar zit veel meer achter. Want ik wil weten wat het is, voordat ik überhaupt besluit of ik hem wil hebben. Nou, dus ik wil hem hebben trouwens. Ja. Ja, dus, en zo'n fabrikant natuurlijk maakt gedetailleerde modellen, die ze dus in een beperkte oplage, want ja, kijk, vroeger kwamen modellen tegen en dan zijn ze gelimiteerde oplagen en er werden 8432 gemaakt. Ja, dat is ook een limiet, maar dit zijn echt limieten van dit soort merken, Matrix, Avenue 43, Autocult, noem dat soort merken maar op, die maken tussen de 300 en de 400 exclusieve modellen van gewoon betere soort en vaak wat onbekendere hoeken van de modelwereld. En dan valt die prijs eigenlijk ook wel weer mee. Dit is 90 euro, denk ik. Dus, ja, zoiets.
Dus het is niet duur, het is wat kostbaarder als een 3-pons mini waar we het hier over hadden. Er staat zelfs keurig netjes op nummer 181 van de 408. En wat is nou, dat is dan weer heel fijn van Matrix. Die auto is ooit ook een tijdje crèmekleurig geweest. Ja, gebroken wit zeg maar. Ja. Dus ze kunnen hem wel in twee kleuren maken. En dan kun je kiezen welke jij wilt. Nou, ik wil die. Duidelijk deze. Ja, ja. Ja. Henk, nou heb jij ook wat bij je. Terwijl er een auto vanzelf aan de haal. Nou, zoals bekend is Robert Schaas onze PR-manager en PR-manager van de NAMAC. PR-manager van de NAMAC, zeer betrokken bij het plat Terugstar. Ja. En het plat Terugstar bestaat dit jaar. Betalen zijn boterhammen. 40 jaar. En aan de hand van die 40-jarige jubileum heeft men een model uitgebracht in de trend van die jaren, in de stijl van die jaren. Dat is een Volvo geworden met een widespread trailer erachter. Ja. Wat we tegenwoordig niet meer zo vaak tegenkomen. Nee. Tegenwoordig zie je allemaal drie assen en dat soort dingen. Nou, leuk opgetuigd met een ducky, luchthorens enzovoort. Mooi gedetailleerd. Fabrikant is BSI. En dus, dit is een schaal, dat is dus typisch vrachtauto, dat is schaal 1 op 50. Wat Bart net vertoonde in 1 op 43 is typische persoonautoschaal, maar dit is schaal 1 op 50, waar ze weer een prachtig model hebben gemaakt. Wat dus verkrijgbaar is bij Terugstar en voor de roadcard leden is er nog een korting van 10%. Dus dit is een one have, hè? Haast u naar de winkel. Ja, okay. Waar praten we dan over? Wat kost het dan? We praten over €135. Zie je nou die persoon uit dat lijkt veel, maar natuurlijk een ongekende detaillering met kleurtjes, met opdrukken, met details, met accessoires. Dus alles is vergelijkbaar, alleen sommige vergelijkingen moet je niet maken. Dus het vergelijk met die Jensen en het vergelijk met dit moet je niet maken. Het is gewoon een ander ding. Het is een andere categorie. Het zijn ook andere verzamelaars over het algemeen. Hoewel natuurlijk ook een heleboel vrachtwagen liefhebbers ook persoonauto's. Ja, ik ben er zo eentje. En andersom. Wat ik heel grappig vind, dat zie ik hier nou. Daar zitten die twee dingetjes op van de Holland Duck Club. Dat is eigenlijk de oorsprong van Terugstar geweest, 40 jaar geleden. Dat vind ik wel heel leuk dat dat er nog op zit. Ja. Nou, prima model. Dus moeten we erin houden. Ja. Tot zover. We zijn nu weer van tafel. Ja, hij moet dat werken. Ja, hij moet dat werken. Tot zover het nieuws. We gaan naar interview. NAMAC-leden kennen natuurlijk Auto Miniatuur, ons lijfblad. En die hebben ook Bart van Akker herkend, hoofdredacteur van hetzelfde tijdschrift. Dus Bart, aan wie kan ik beter vragen dan aan jou? Wat komt er in het volgende nummer? Nou, dat had ik dan toevallig weten. Dat is fijn. Dit wordt de cover, dit is een proefje, dit wordt de cover van nummer 4. Ja. Die verschijnt medio augustus, ligt hij bij de NAMAC-leden in de bus. En zoals ik duidelijk al aangegeven, dit is een modelbouw special. Eén keer per jaar maken wij een special en dit keer hebben we die gewijd aan de modelbouwers. Oh, leuk. Daar zitten dus een hoop onderwerpen in die daarop inhaken. Zoals inderdaad, dus we hebben een Jeep laten bouwen. We hebben een prachtig verhaal van Hans Witte over de bouw in schaal 1 op 15 van de Scania Texel truck. Die kan een gekke schaal. Die kan hij misschien net aan tafel, maar die is radiografisch bediend. Oh ja, oké. Okay. Paul Spek heeft een verhaal over bouwkitjes van Heller in 1 op 43. Oh, leuk, we hebben een prachtige verbouwing in 1 op 87 van een zwaar transporttrekker. En we zijn natuurlijk op bezoek geweest bij twee echte serieuze grote modelbouwers voor verzamelaarsportretten. Hans Witte heeft daarbij Jan Houtman gedaan. Die is al 50, 60 jaar bouwt hij en verbouwt hij vooral vrachtwagens. En ik ben op bezoek geweest bij Hans Kersbergen. En dat is ook iemand die ook al zo ontzettend lang bezig is en onwaarschijnlijk mooie miniaturen bouwt. En daar heb je beelden van? En daar hebben we beelden van. Dat klopt. Dus laten we even naar kijken. Hans, jij bouwt niet alleen modellen, jij verbouwt bouwdozen. Juist. Ja. Jij kunt geen modelbouwdoos ongemoeid laten. Inderdaad. Wat gaat maar door. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Want je moet ergens je voorbeeld vandaan halen. Kijken we even in de boeken en de bladen. En tegenwoordig op internet. En dan gaan we aan de slag. Net zolang dat het naar mijn zin is.
Maar dat gaat heel ver, hè? Gaat heel ver. Soms moeten modellen die al kant-en-klaar zijn, dat doen we natuurlijk ook, dingen verbouwen. Dan moet ik hier daar een schroevendraai tussen zetten of een grote zaag erbij. En zijn er wel mensen die worden daar helemaal niet goed van, die lopen er maar hard weg. Maar ik pak gewoon een grote schroevendraai en ik hak het gewoon uit elkaar. En uiteindelijk wordt het beter dan het was? Dat lukt meestal wel. Het gaat wel eens wat fout, maar dat repareren dan wel weer. Oké. Ja, joh, die Hans die maakt zulke ontzettend mooie dingen. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, weet je, ik hoorde van jou ook dat hij heeft nu 5000... Hij is niet zo'n boekhouder, hij is niet van de lijstjes, maar hij heeft eens een keer moeten zitten rekenen en zitten tellen voor een andere gelegenheid. En toen kwam hij tot de conclusie dat hij toch wel 5000 miniatuurauto's verbouwd en gebouwd heeft. Onvoorstelbaar. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Henk, verbouw jij wel eens wat of niet? Nou, in mijn jongste verzamelaarsgebeuren bouwde ik 1 op 25 trucmodellen. Alleen ja, toen woonden we nog kleiner dan nu. Ja. En ja, dan op een gegeven moment moet je keuzes maken in schaal en dat soort dingen. En dan ga je naar de 51 vrachtwagens, omdat in het begin heb ik heel veel vrachtwagens verzameld. Ja, van Italië, die grote. Grote Italië, Revo en AMT. Dus dat heb ik wel gedaan. Nou moet ik zeggen dat ik soms handiger ben met mijn mond als met mijn handen, dus dat moeten we dan maar voor lief nemen. Maar ja, het is zoals het is. Ah, het is leuk, ja. Het is zoals het is, maar het is ongekend wat er toch in deze wereld aan modellen verzameld wordt, die vervolgens een upgrade krijgen, omdat de verzamelaar het net perfecter wil hebben als dat de fabrikant het voor die prijs kan maken. Ja, want dat is ook wel eens een ding. En afgelopen zaterdag was ik even gezellig weer eens bij Techno in de Lier. En als je dan ziet dat schappen vol met onderdelen van huidige en ook oudere dingen, waar mensen dus echt met een winkelmandje zeg maar, langs de schappen lopen om onderdelen te verzamelen, waarbij zij dan weer hun specifieke uitgaven van het model uit het verleden of uit het heden net die touch zullen geven van de eigen chauffeur of het eigen transportbedrijf of gewoon een idee over zo had die vrachtwagen eruit moeten zijn. Ja. Want niet alle verzamelaars zijn het altijd eens met wat de fabrikanten uitbrengen. Maar de fabrikanten moeten soms op basis van andere uitgangspunten andere keuzes maken als dat de verzamelaar zou willen. Ja. Nou, want wat dat betreft zou ik natuurlijk ieder verzamelaar ook nog wel een lijstje van dingen die niet gemaakt zijn en die toch graag in de vitrine zou willen hebben. Nou, dat type verbouw, dat ken ik, maar klopt het dat mijn gevoel zegt dat het bouwen van modellen zoals jij en ik en jij waarschijnlijk ook vroeger deden toen we jong waren. Hè, je koopt een bouwdoos in de winkel van nou, bijvoorbeeld van Italië van plastic, weet je wel. Dan zit hij van die malletjes, dan ga je lekker mee aan de gang. Dat minder is geworden dan vroeger, of is dat fout? Nou, ik denk dat dat niet minder is geworden. Als je kijkt bij ik ben even de IMP nog wat, dat zijn de plastic bouwers. All over the world. Als je kijkt wat die in een beurshal neerzetten aan mensen die modellen bouwen. Maar dan gaan we dus buiten de automodellen. Ja. En dan worden er ook automodellen gemaakt. Er worden ook automodellen van papier gemaakt. Noem maar op. Maar daar zie je een heel scala aan dingen van vliegtuigen, boten, diorama's. Trains en boats en planes, diorama's. Noem het maar op. Dat, je kan het zo gek niet bedenken. Boerderijen compleet ingericht met beesten, al dan niet loeiend. Landbouwwerktuigen in de meest mooie uitvoeringen. Dus er wordt nog heel veel gebouwd. Alleen of dat nou meer is of minder, kijk, dat weet ik niet precies. We zijn ook ondertussen in een paar jaar tijd van 15 miljoen bikes naar 17 miljoen bikes. Ja, dat is waar. En daar heb je ook mee te maken. Ja. En onder de jeugd is vaak in het begin van hun leven staat dat helemaal niet op de rol. Nee. Er staan er andere dingen op de rol. Een mooie scooter. Ja, precies. Een nieuwe mobiele telefoon. filmpjes, vloggen, dat soort dingen. Nou, dat doen wij nu ook een beetje. We passen ons best aan de tijd. Maar ik denk dat het echte verzamelen vaak pas op een wat latere leeftijd komt. Het moet je grijpen. Maar als het je grijpt,
dan is het ook een ernstig. Is er geen ontkomen meer aan. Nee, ja. En de modelbouw is dus, weten we nu, springlevend. Ja. Uitgelicht, Bart, vind ik altijd een heel leuk onderdeel. Want dan lichten we een speciaal model uit. En Bart, dit keer hebben we het over filmauto's en jij hebt een heel apart filmautootje bij je. Nou, dat is helemaal niet heel apart. Stel ik er nog. Dat is helemaal niet apart. Er is nog nooit een miniatuurauto gemaakt, waarschijnlijk, voor zover bekend is, er nooit een miniatuurauto gemaakt in een grotere A-oplage, een groter aantal dan deze. Maar en dan over hoeveel hebben we het dan, weet je dan? Ja, miljoenen. 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 Oh, dat is wel veel. Ja, volgens het wel, ik weet inderdaad dat in het grote Corgi Toys boek, het is een Corgi, daar staat iets van 2,5 miljoen of zoiets. Ja, dit is een James Bond auto. Dit is de Aston Martin DB5 van James Bond, die voor de eerste keer gebruikt werd in de film Goldfinger. Ja. En het modelletje kwam uit bijna tegelijkertijd met de film. Ja. En dat was heel slim, want dat was 1965, vlak voor Kerstmis. Dus dat was het ideale kerstcadeautje voor alle Engelse jongetjes die gek waren van James Bond. Maar dat ding is nog jaren en jaren in productie geweest. En het grappige is dus dat net als bij de echte James Bond auto, er dus een aantal dingen in zitten. Kijk, ik kan hem mitrailleurs uitschuiven. Geweldig. En wat natuurlijk altijd misgaat, maar bij mij gelukkig nooit is gebeurd, want ik heb deze ook ooit voor mijn verjaardag gekregen toen ik heel klein was. Je hebt hem als nieuw gekregen? Ja, dit is mijn eigen exemplaar. Dat heb ik als klein jongetje gekregen. En ik heb godzijdank altijd het mannetje kunnen bewaren. Want de eerste beste keer inderdaad dat je de schietstoorloper ziet, ja, dat is het mannetje vertrokken natuurlijk. Het mooiste van alles is, dat heb ik ook niet meer, want dit is echt mijn eigen oude speelgoed, als je hem hebt met het doosje erbij, want er zit er een reserve mannetje bij. Dat niet alleen, dat doosje is een overdoosje en in het binnendoosje zit een dubbele bodem. Daarin zitten de instructies voor James Bond, hoe hij met die auto om moet gaan. Oh geweldig, de Q had die handleiding geschreven voor al die jongetjes die dat ding wilden hebben. Oh, mooi hè. Maar ja, ik begrijp natuurlijk, als je filmauto's verzamelt en je hebt deze niet, nee. Ja, dan ben je geen verzamelaar. Dat is gewoon het eerste wat je hebben moet. Ik ken trouwens een verzamelaar, die heeft hem nog niet. Ja. Die verzamelt filmauto's. Ja, nou, die heeft niet even op te doen. Frank, die even opletten. Ja. Oh, leuk. Ja, uitgelicht. Mochten jullie nou suggesties hebben voor een uitgelicht en wij kunnen er beslag op leggen, dan houden we ons graag aanbevolen. Reageer even onder deze video. Dan gaan we kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen en dan heeft een van deze twee heren er vast een goed verhaal bij. Over goede verhalen gesproken, we zijn bijna aan het einde van deze namaakuitzending. En nou zie ik dat Henk al de stofdoek heeft klaargelegd om straks de vitrine weer schoon te maken, of wat zit hieronder? Nee. Dit is natuurlijk typisch een presentatievorm waarbij men auto's die nog niet gezien mogen worden in beeld brengt. Onder deze doek zit een auto die je kan winnen met de namaak prijsvraag. Ja. En er komt dadelijk een detail van deze auto in beeld. En degene die dat denken te weten van welke auto dit komt, zo detail mogelijk beschrijven wat je ziet, die kunnen een berichtje sturen naar innovaties@namaak.nl. En onder de goede inzenders wordt dit model verloot. Zoals die hier staat. Zoals die hier staat, zonder doekje. Mag ik hem aanraken? Je mag hem aanraken. Ja, er zit echt een model om. Hij is van metaal. En het is lang, zeg ik maar vast. Maar dat had je al gezien, denk ik. Laat het detail maar zien. Dat komt goed. Ja, en dan zijn we er nu echt doorheen. Jongens, ik heb nog één dingetje huiswerk voor de volgende keer. Ik heb bedacht, voor de volgende keer, wij hebben alle drie €15 te besteden. Dan mogen wij een miniatuurtje voor gaan zoeken op, ik denk, Marktplaats. Neem het de volgende keer mee en dan willen we graag het verhaal horen naar de zoektocht en wat jullie hebben meegebracht. Ik ben heel benieuwd. Ik kan zelf al niet wachten, want ik heb wel wat ideetjes. Maar toch even een vraag. Is dat zonder verzendkosten? Oh, dat is wel lastig. Ja, dat is zonder verzendkosten. Dus als je hem uit Japan haalt. De prijs van het model. De prijs van het model. Okay. Dat is een hele. Dat is helder. Ja, want jij zag het al verdampen natuurlijk. Ja, tot zover deze eerste uitzending van Namaak TV. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Reageer vooral onder deze video nog. Maakt niet uit wat je daar neerzet als je het maar netjes houdt. En dan zien we je graag de volgende keer.